heel vlot gaat. We hebben al 3,5 uur gevlogen. Dus nog maar 6 uurtjes vliegen. Dus op zich valt dat goed mee. Ik moet eerlijk zeggen, we zitten hier in een fantastische groep van 10 mensen die dan de groep van 14 zal vervoegen. De voorzitter, de penningmeester, een aantal medewerkers. Nee, het is een leuke bedoeling en ik denk dat wij volgend jaar nog eens terug gaan. Was iets minder, was een kleine vliegtuig, maar dat was tof voor de eerste keer. En dan nadien stappen op een veel groter vliegtuig. En dat was een perfecte vlucht. Goed kunnen slapen, goed eten. Nou, we kwamen hier perfect aan. Een zeer grote stad, veel gebouwen, ook heel veel inwoners. Het is leuk om een beetje te zien. En we zijn naar hier gekomen om te voetballen. We werden ontvangen door een gids. Ze heeft ons een beetje uitgelegd waarvoor Shanghai staat. En het is allemaal leuk om bij te leren. Ik denk wel dat we gemotiveerd zijn om deze stage te doen. Versterk natuurlijk altijd de band in die groep en we gaan proberen vooral ons best te doen als groep. Zeer mooi. We zitten in een heel mooi hotel, ons in het centrum. Eigenlijk op wandelafstand van de sporthal, wat ook grap is. En straks zullen er toch wel wat beelden verschijnen van de sporthal, vermoed ik. Want dat is een tempel, dat is mooi. Hopelijk krijgen we dat ook later nog eens in Antwerpen. Maar ik denk dat de stad Antwerpen wel zal meekijken als we de beelden doorsturen. Maar het is heel mooi. Dus ik hoop vrijdag hier voor een volhuis te kunnen spelen. En propaganda te maken voor het voedsel in China. Ik moet zeggen dat de organisatie betreft, dat is fantastisch. Dat is, ik had het nooit zo verwacht, dus dat is knap. Wat morgenavond betreft, ja, daar kunnen we dan beter morgenmiddag even over praten, maar ook daarvoor krijgen we de nodige richtlijnen, want er zijn een aantal zaken die mogen, er zijn een aantal zaken die niet mogen, maar het zal gespeeld worden zoals het op Champions niveau moet. Champions niveau, waarom? Ze willen dat natuurlijk op een deftige manier presenteren hier in China. Het wordt ook live uitgezonden morgenavond hier op de televisie, dus miljoenen kijkers. Dus het is niet niks. Zoals je ziet, we hebben training gegeven aan een groep jongeren uit China. Dat was een heel mooie ervaring. Het zijn jongeren die zelf niet echt de kans hadden of hebben om een opleiding te krijgen zoals die wij hebben gekregen. Maar ja, we proberen ze hun natuurlijk een beetje laten zien van hoe en wat en hoe het aan elkaar zit. Maar ik ben blij, het was een mooie dag met de groep, met het bestuur. En met de mensen hier zijn zeer vriendelijk. Zoals je ziet, een heel mooie accommodatie. Alles is goed, het weer is goed, dus mag niet klagen. We hebben ons vandaag vooral bezig gehouden met de kindjes, om hun een beetje bij te brengen in het voetbal. Het was een heel leuke ervaring en wij zijn leuker dan zo'n zonnige dag. U bezig te houden met kinderen. Ja.
Ja, dat is het. 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 Dat